Goeiedag, welkom bij Café Weltschmerz. Vandaag een heel boeiend gesprek met Pierre Capelle. Naast immunologie schrijft hij ook, hij is auteur over kwantummechanica. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een ontzettend grappig en humoristisch onderwerp. Een onderwerp waar wij niet stil over kunnen blijven, vooral jij. Dus wij gaan het daar vandaag over hebben. Ik hoop dat jullie het ontzettend leuk vinden. Het is iets serieus, het gaat over toekomst, het gaat over technologieën die we nog niet hebben, maar het gaat ook over genieten van wetenschap. Dankjewel Pierre, dat je hier wil zijn. Ramon, bedankt. Lieve mensen, we gaan het over een onderwerp hebben waarvan jullie vermoedelijk denken van, goh, wat is dat vreemd. Maar helaas moet ik zeggen, waar we het over gaan hebben is de werkelijkheid. En die is iets complexer dan wij in onze kleine aardse wereld echt beleven. En de aanleiding voor dit gesprek is niet alleen omdat kwantummechanica heel leuk is en om daar eens over te vertellen. Maar er stond, ik dacht 2 weken geleden, een artikeltje in het tijdschrift Nature, waarbij in een communicatiesatelliet een code doorzendt naar 2 stations op aarde. En daarmee is dus de versleuteling van de informatie via een kwantummechanisch proces, wat, en dat woord gaat een paar keer terugkomen, wat entanglement heet, dat via dat entanglement, een verstrengeling, wordt er een boodschap zodanig overgebracht dat niemand daartussen kan. Dus iedereen die angstige gevoelens heeft over communicatie via het internet, Big Brother watching you, er is licht aan het eind van de tunnel, want er is nu een methodiek waarbij niemand kan inbreken in de informatieoverdracht. Dat was even, zeg maar, de entree. Dankjewel. Maar wij gaan het hebben over hoe de eeuwigheid en de materiële wereld hetzelfde zijn. Ja. Iets is niets en niets is iets, of wat? Wat betekent dat? Nou, het alles is niks en niks is het alles. En we kunnen dan zeggen dus dat het niks zwanger is, het zwangere niets. Maar alles ontstaat uit het vacuüm, het niets, whatever the void, hoe je het noemen wil. Daar gaan we het dadelijk over hebben. En waar de basale stap die we moeten nemen, waar iedereen toch even tegenaan moet hikken, is dat in onze leefwereld, atomaire leefwereld, heeft alles een maat en getal. Dus je hebt meters, seconden en kilogrammen. Eenheden. Afstanden en maten. Daarmee kan je rekenen, maar die horen in het gebied ook van de logica. Dus op een gegeven moment is meten is weten, dat is heel leuk. Maar er zijn heel veel dingen die niet meetbaar zijn, maar wel reëel. Om nou niet vaag te zijn, ga je bijvoorbeeld kijken, een schilderij is mooi. Het begrip schoonheid kent iedereen. Het begrip liefde kent iedereen. Vriendschap kent iedereen. Maar ook de negatieve dingen, de haat, de vijandschap. Maar dat is vreselijk reëel, maar niet meetbaar. Dus hier zie je al dat in de materiële wereld ervaren we al iets waar we niet met onze logica en metertjes en seconden wat mee kunnen doen. Maar nu gaan we nog 1 stap verder. Er is de echte wereld, die speelt zich voornamelijk af buiten ruimte-tijd. Dus daar is geen tijd, daar is geen ruimte. Daar is wel waanzinnig veel energie, dus dat is de energie van het vacuüm. Dat is op allerlei manieren aangetoond. En waar we het nu over gaan hebben, is dat we gaan eens kijken hoe de wereld buiten ruimte-tijd eruit ziet. Hoe tastbaar dat is. En, terugkomend op het artikel waarmee ik begon, is dat we de informatie buiten ruimte-tijd via entanglement kunnen doorgeven, waarbij niemand kan inbreken. Goed, zover de inleiding. Wacht even Pierre, voordat we verder gaan, heel kort, voor mijn gevoel, als ik dit soort dingen hoor, sowieso als we spreken over kwantummechanica, is ook heel vaak, wauw, er is nog heel veel te ontdekken. Want heel veel van deze dingen, zou ik zeggen, ja, uiteindelijk komen we er wel achter dat je, hoe je gevoelens kan meten, omdat dat, hè, dus even het materialisme. Of zeg je, nee, dat is het nooit, er zal altijd. Nee, het is juist het tegendeel. Gevoelens zijn principieel niet meetbaar.
omdat ze namelijk emergent zijn, dat is dus to emerge, dus ze ontstaan uit een interactie en hebben geen eigen bestaansrecht in die zin. Dus als je bijvoorbeeld kijkt dat de dans is heel erg duidelijk wat het is, maar daar heb je dansers voor nodig om de dans te substantiëren. Mm-hmm. Maar de choreografie, de schoonheid, het idee is op zich niet meetbaar, maar is realiseerbaar. Mm-hmm. Maar wat ik dus eigenlijk wilde doen, is jullie meenemen, of jullie, het publiek dus, en jou ook, naar het volgende. Het plaatje waar we het over hebben, dat zie je hier, een satelliet hangen en die straalt twee lichtstralen naar aarde uit, naar twee stations waartussen een informatie is overgebracht. Die stations staan ongeveer 1200 kilometer uit elkaar. De boodschap die zij via een glasvezelkabel naar elkaar sturen is encrypted, oftewel versleuteld. Mm-hmm. Maar de sleutel heeft niemand. Dus niemand kan dit lezen wat er staat. In de satelliet worden twee lichtstralen met elkaar verbonden. Dat zijn dus twee losse lichtstralen. En in één daarvan zit de sleutel van hoe je dat bekijken moet. Maar die informatie van die sleutel gaat buiten ruimtetijd naar de andere lichtstraal. En op die manier kan de sleutel worden overgestuurd vanuit de satelliet naar de grondstations. In een fenomeen wat buiten ruimtetijd, waar niemand aan kan komen. En zodra iemand dat probeert op te pikken, dan verstoort hij die entanglement, die verbondenheid. En het is strikt onmogelijk om van buitenaf daarmee rond te gaan springen. Dus het ziet er ongeveer zo uit. We hebben dan hier daar die satelliet hangen, daar de twee stations en twee lichtstralen. Maar laten we, voordat we dus al deze vreemde dingen, waarbij ruimte en tijd allemaal wat raar zijn. Ja, want dit klinkt heel opmerkelijk. Ja. Dan wou ik even terug op aarde. Is namelijk dat in Nederland zijn ze erg sterk in dus het quantum internet. En dus het entangled web, dat staat hier. En Delft, in de Universiteit Delft hebben ze echt waanzinnig goede mensen. En er wordt zijn dus voorlopers hier in Nederland? In ieder geval frontrunners. Dus of we voor of dat we in de eerste divisie zitten. Maar het is, laten we zeggen, top. Ja, ja. En dus dan krijg je een soort internet waar allerlei kwantumfenomenen in gaan spelen. En daar zijn we heel goed in. Nou, dit klinkt allemaal nog heel erg verschrikkelijk en onbegrijpelijk. Maar dan gaan we naar dit plaatje kijken. Even kijken, dat is 1903. Op 17 december hadden de gebroeders Wright hun eerste vlucht. Nou, dat was geloof ik 249 meter. Maar dat was de proof of principle. Ja. En als je in die tijd zei dat je van Europa naar Amerika kan vliegen in 6 uur, dan werd je niet voor gek versleten, maar dan ging je nog net niet de brandstapel op. Ja, weet je niet de goed van de geert, ja. Maar als ik dus nu praat over kwantummechanica, waarbij informatie buiten ruimtetijd wordt overgedragen, waar niemand met zijn vingertjes aan kan komen, wat de absolute privacy is, en dat nu werkt, dat is de proof of principle. En als we teruggaan naar dat vliegtuigje, we zijn nu 100 jaar later. En hier krijg je de Airbus 380, waarmee je met 800 man in een paar uur tijd. Maar dat is op hetzelfde principe gebaseerd, alleen uitgewerkt. Mm-hmm. Nou, wat zien we nu? Dat in die kwantummechanica, die is ook ontstaan in de tijd van de gebroeders Wright. Einstein kwam met zijn verhalen in 1905. We zijn 100 jaar verder en er is vreselijk veel gebeurd. Alleen, wij vinden kwantummechanica zo moeilijk dat iedereen nog over de natuur praat in de gebroeders Wright-taal. Mm-hmm. En terwijl wij nu weten dat je in een Airbus naar Amerika kan vliegen, al dan niet met mondkapje. Maar dit is ook technologie van menselijke schaal. Ja. Dus het is makkelijker te begrijpen.
ja. en makkelijker uit te bouwen. Maar de kwantummechanica een eeuw geleden zag er zo uit. En hij is enorm geëvolueerd. En daar wil ik dan graag iets over vertellen. Dat mensen moeten het niet willen begrijpen, want dat kan niet. Maar moeten willen aanvoelen dat er meer is dan alleen maar metertjes en seconden. Als we nu in dit plaatje kijken, dan gaan we terug naar de middeleeuwen en wordt de boodschap doorgegeven met een postduif. Mm-hmm. Zeer functioneel, maar heel erg materieel. Dus echt de duif, briefje eromheen, hopen dat hij het haalt. Als je nu, en dat is een beetje in het punt waar we nu zitten, dat als je nu gaat uitleggen aan de mensen uit die tijd met de postduif, dat het ook zo kan met een iPhone'tje in de cloud. Zouden ze wel op de brandstapel? Dan gaat wel de brandstapel. Ja. Ja. Maar, dan heel even Den Brill, maar onze logica die wij kennen met maat en getal en hoe wij de wereld bekijken, dat is nog zo'n beetje het postduifstadium. Ja. Ja. En denken in de cloud, dat is heel erg moeilijk. Goed. Einstein die had een uitspraak, en dit is even in het Engels. Time and space, oftewel tijd en ruimte, are modes by which we think, and not conditions in which we live. Wij denken in ruimte-tijd, wij denken in meters en seconden, maar het is dus heel anders. Goed. Tijd is relatief. Dat is in 1905 keurig aangetoond. In 1915 nog wat uitgewerkt. En zowel ruimte als tijd zijn geen starre eenheden, maar heel erg flexibel en afhankelijk van omstandigheden. Mm-hmm. Een van de omstandigheden is dat als jij sneller gaat bewegen, dus jij stapt op de fiets en gaat trappen, dan gaat jouw tijd langzamer. Nou, op de fiets merk je er niet zoveel van, maar als je dus heel hard gaat, dan dus bij hoge snelheden, verandert de tijd. Maar als jij dus in een zwaartekrachtveld naar boven gaat of naar beneden, ofwel het veld wordt sterker of minder sterk, dan gaat de tijd harder lopen als jij minder zwaartekracht. Nou. Heb jij die, sorry Pierre, veel mensen zullen me gezien hebben, ik weet niet of jij hem hebt gezien, maar er is een hele leuke film uitgekomen, Interstellar. En daar worden deze principes ook prachtig in uitgebeeld. Heb je die gezien? Ik heb hem niet gezien, dit is dus iets wat ik moet gaan zien. Ja, dit is echt een waanzinnige film. Het is gemaakt door onder andere een natuurkundige, een beroemd natuurkundige uit Amerika, Californië, meen ik. En deze film maakt gebruik van heel erg veel natuurkundigen die mee hebben geholpen aan de visualisaties om het zo realistisch volgens moderne kennis te maken als dat ze konden. Ik vind het een heel erg mooie film. En een van de dingen die wat er gebeurt is, ze gaan naar een zwart gat. Ze komen in de buurt van een zwart gat en ruimtetijd verschillen. Hij gaat heel eventjes in de buurt van een zwart gat. Gigantische gravitatie natuurlijk. Inderdaad, hij is heel jong. Of hoe is het? Hij is heel jong vergeleken met al die mensen. Ja. Die dus buiten dat zwart gatveld gebleven zijn. Nou, dat, dit is niet een 1-2'tje wat voorbereid is, maar dit is precies wat ik wilde zeggen. Oh. dit is namelijk het klassieke voorbeeld van Einsteins relativiteitstheorie. Dat er is hier een tweeling die 21 jaar wordt en één wil als cadeau een ruimtereis met hoge snelheid gedurende een jaar. De ander heeft daar geen vloepzin in en wil wel wat anders doen. Deze jongen van 21 keert terug en is dan 22 en gaat zijn broer opzoeken. En die is hier op dit plaatje is die 78 jaar. Die heeft ook echt 78 jaar geleefd, heeft kinderen gekregen, is gepensioneerd, is van alles en nog wat. En zegt, ja, maar hoe kan dat? Nou gaan we het wat eenvoudiger maken, namelijk, wacht even, ik zal hem even pakken. Ik hoop dat het nog allemaal doet. Dat is namelijk zo'n telefoontje. Daar zit GPS in, als ik dus hier, wat is uw locatie? Mm-hmm. Iedereen gebruikt het, ja. Sterker nog, dat is kwantummechanica. Jouw touchscreen. Dat is kwantummechanica. Ja, dat ga ik zo laten zien. Okay. Maar dan hebben we even. Dan moet hij even. Hop. Oh nee, ik heb hem uitgezet. Dat touchscreen is
kwantumtunneling. Van alles en nog wat. Er zit, de hele kwantummechanica zit hierin. Nou, dat ga ik even laten zien. Wie kent het niet, dat geweldige systeem van global positioning? Overal op aarde kan je kijken exact waar je bent, tot op meters of centimeters nauwkeurig. En of dat nou je tomtommetje is, of een piloot in de lucht, zij weten waar ze zijn. Maar hoe werkt dat systeem? Dat is een combinatie van satellieten waarvan je dus de richting meet en die satellieten zenden signalen uit die je combineert en dat wordt dan berekend tot de positie die je inneemt op aarde. Om dat te doen heb je satellieten die op 20.000 kilometer hoogte met 14.000 kilometer rondcirkelen. Ze bewegen en zijn een stuk van de aarde af. Maar wat is daarvan de consequentie? Ze sturen signalen uit en die vang je op. Maar het duurt een tijdje van de satelliet tot aan waar jij zit, hoe ver die satelliet verwijderd is om dat signaal op te vangen. Maar is de tijd in de satelliet hetzelfde als de tijd op jouw GPS'je? Hier komt de theorie van Einstein om de hoek. Er is de revolutie in het begin van de jaren van de vorige eeuw van de relativiteitstheorie. Nou zijn er twee soorten relativiteit, special en general. Als je twee klokken hebt die bij elkaar zijn, lopen ze gelijk. Maar laat je één klok bewegen, dan gaat de tijd langzamer. Hoe vreemd het ook is, dit is waar. Omdat de satellieten een bepaalde snelheid hebben, namelijk 14.000 kilometer sneller dan wij, gaat hun tijd langzamer. En hoeveel scheelt dat? Dat scheelt 7 microseconden per dag. Maar er is nog de andere relativiteit, namelijk door de zwaartekracht. Als een klok in een ander zwaartekrachtveld zit, bijvoorbeeld wat minder is, wat bij de satellieten het geval is, dan gaat de tijd veel sneller. Dus hoog in de lucht gaat tijd veel sneller. En hoeveel scheelt dat? Dat scheelt een hele hoop. 45 microseconden gaat de klok sneller omdat de zwaartekracht minder is. En 7 microseconden per dag gaat die langzamer. En samen is dat dus 38 microseconden per dag. Maar hoeveel scheelt dat voor je GPS? Dat zou per dag een verschil zijn van 11 kilometer. En na 2 dagen is dat 22 kilometer. Oftewel, GPS is waardeloos. Maar met deze formule kunnen we de tijd uitrekenen waarbij de verschillen door gravitatie en snelheid worden meegenomen en gecombineerd met de wetten van Einstein, zodat we uiteindelijk weten echt hoe laat het is. Hoewel we dat dus absoluut niet weten. Want het is niet laat, het is niet vroeg. Tijd is relatief en, hoe vreemd het ook klinkt, in ons GPS'je zitten alle formules van Einstein in. Ja, dus... Leuk filmpje, je hebt het zelf gemaakt, toch? Gecomponeerd. Dus, ja. Ja, nee, dus een beetje plak en knipwerk. Maar dus de essentie is dat je zegt van ja, maar als je sneller gaat, dan gaat de tijd anders. Ja, op onze fiets niet, maar met satellieten en de afstand, plus de verfijning van dit GPS'je. Ja. Dit kan op een gegeven moment op centimeters nauwkeurig. Maar dan moet je wel al die stralen... De tijdsbepalingen moeten heel exact zijn. Die moeten heel, en ja, dan krijg je dus dit soort zaken. Mm-hmm. Omdat namelijk tijd en ruimte niet bestaan, maar ontstaan, oftewel emergent zijn in dat hele mooie woord, heb ik nu een klein filmpje om een beeld te maken wat ruimte-tijd is die ontstaat. Hoe je, en dat die flexibel zijn. En laten we daar eens naar kijken. Mm-hmm. En... Wat is ruimte? Wat is tijd? En ruimte-tijd is eigenlijk een geheel. En hoewel we het enorm sterk ervaren en ons hele leven kunnen inrichten in 3 dimensies qua ruimte, en ook de dimensies voor tijd, de seconde of het uur, of hoe je ze ook noemt, dat blijkt
dat het inderdaad wel bestaat, maar heel erg relatief is. Maar in zijn absoluutheid bestaat het eigenlijk helemaal niet. En nou komt er een term naar voren die emergentie heet. Tijd en ruimte zijn emergent en zijn eigenlijk even zo emergent als een zwerm vogels. Namelijk de zwerm ontstaat, maar is er niet. De individuele vogel zwermt niet, maar samen vormen ze dit prachtige spel wat we hier zien. En hoe zij hier dynamisch met elkaar één groot patroon vormen wat steeds wisselt in tijd, maar wat ook een enorme ruimte inneemt. En hoe groot is de zwerm? Dan zien we dat dat heel erg variabel is. Dat de ene keer is de zwerm groter dan de andere keer. En zo gaat dat maar door. De zwerm is emergent en ontstaat door de interactie tussen de vogels. Maar ze interageren niet allemaal met elkaar tegelijk. Maar iedere vogel houdt rekening met ongeveer zo'n 12 andere vlakbij hem in de buurt. Maar iedere keer veranderen die vogels, dus die interactie is heel variabel en daarmee verandert de dichtheid van de zwerm. Hij wordt groter en de hele dynamiek genereert de tijd. En zo is het ook met ruimtetijd. De materie is verstrengeld, het mooie woord heet entanglement, en in hun verbondenheid gaan allerlei materiële deeltjes elkaar beïnvloeden en uit die samenwerking, uit die verbondenheid ontstaat, net zoiets als een zwerm, ontstaat dus een ruimte waarin materie manifest is en daarmee ook tijd genereert. Net zoals dat de vorm van de zwerm relatief is, maar wel heel reëel, en ook steeds verandert, zo verandert ook de ruimte-tijd waarin de materie zich manifesteert. En door de verbondenheid van materiële deeltjes, door entanglement, ontstaat dit prachtige gebeuren wat wij de kosmos noemen, maar waarin eigenlijk alles veel bewegelijker en veel mooier en dynamischer is dan wij denken. Door deze interacties van de individuele componenten ontstaat altijd een kracht. En bij de materie heet dat zwaartekracht. En als er dus materie heel condens dicht bij elkaar zit, heeft dat een groter zwaartekrachtsveld dan dat het heel dun is. Net zoals bij een zwerm die heel compact is en gebieden heeft waar het heel erg mager is. En die variatie in hoeveelheid van zwaartekrachten en andere krachten in die velden bepaalt uiteindelijk de structuur van ruimte-tijd. En op die manier vervormt materie de tijd en de ruimte. En komen we terug bij Einstein, die eigenlijk helemaal gelijk had en alleen moeite had met het begrip entanglement. Dat eigenlijk alles ontstond uit verbondenheid. Wauw. Dat is de eerste keer dat ik hem zie. Wat ik hiermee probeer te doen, is dat de zwerm is zeer reëel. Maar de individuele vogel zwermt niet. Het is de interactie. En die interactie is bewegelijk en daarmee krijg je een grote, een dichte, een dunne. En op die manier probeer ik dus de bewegelijkheid van ruimtetijd aan te geven. Wat je nu ook ziet met de gravitatiegolven die nu gemeten kunnen worden, dan kunnen we dus in de ruimte kijken waarbij zwarte gaten op elkaar botsen en dan rimpelingen in ruimtetijd. In zo'n zwerm zit dan een rimpeling van dichtheid. Ja, maar nou wou ik eigenlijk gaan naar waar eigenlijk alles vandaan komt. Dat is het niks. Het komt allemaal nergens van. Want als je van niets naar iets gaat, wat is niets? Niets is een toestand die oneindig, onbegrensd en overal precies hetzelfde is, oftewel geen vorm heeft, dan noemen we dat niks. Maar als daar allerlei krachten in zitten, maar die symmetrisch zijn, dus tegengesteld, maar even sterk, dan heffen ze elkaar op. Mm-hmm. Dus als jij een plus en een min, hindert niet of je een miljoen of een miljard aan eenheden hebt, als het plus en min hetzelfde, dan krijg je het getal nul. Mm-hmm. En dus nul is dus wat wij niks noemen. Maar als ik een bankrekening heb met nul, maar ik heb wel oneindig krediet, dan kan ik heel veel geld opnemen en weer uitgeven. En op een gegeven moment moet ik weer zorgen voor de bank dan,
omdat dat weer nul wordt. Maar dus dat nul, dat idee krediet, dat niks, want ja, het is geen geld, maar je kan het maken en dat gaat weer terug. Als je alles bij elkaar optelt van het universum, dan kom je uit op niets. Nou, het universum, dan kom je op iets uit, omdat dat materiële is. Mm-hmm. Maar waar het uit is ontstaan, dan kom je op nul uit. Maar die nul is niet helemaal nul. Die is in beweging en daar gaan we nu naar kijken. Nul is in beweging. Want namelijk als de symmetrie, oftewel dus het yin en het yang, het plus en het min, als dat is dan nul, maar als je daar een hele kleine heel klein beetje, dat heet een symmetriebreking, heel klein beetje apolair, dus een heel klein beetje plus en een beetje min, dan ontstaan er onmiddellijk krachten en dan ontstaat er iets. Nou, een voorbeeld is, waar is de wind als het niet waait? Nou, dat zit niet op een pakhuis in IJsland en op een gegeven moment op eens op en dan hebben we niet meer. Nee, wat is windstilte? Is dat er een symmetrie is in luchtdruk. Er is geen hoog en lage druk. Mm-hmm. Het gaat niet om hoe hoog of hoe laag die is, ja. Maar er zijn geen verschillen. En het verschil maakt de kracht. Mm-hmm. Als je dus hoge en lage drukgebieden, oftewel je gaat een asymmetrie in de druk, dan krijg je rechts, dan krijg je storm. En dat is onbegrensd. Dus hoe groter het verschil, dan krijg je orkaankracht. Maar er zijn op planeten in ons zonnestelsel stromingen van gassen die zo ongelooflijk heftig zijn dat we dat niet eens meer wind noemen, maar dat zijn krachten, dat wil je niet weten. Maar het is niks anders dan een asymmetrie in luchtdruk. Mm-hmm. Nou, als je dus het niets hebt en je maakt een kleine asymmetrie, oftewel je gaat een beetje plus-min, dan krijg je niet alleen ruimte en tijd, want in het niets is geen ruimte-tijd. Dan krijg je niet alleen ruimte-tijd, maar krijg je ook materie en antimaterie. En als die weer bij elkaar komen, is het weer niets. Nou, dan zeg je antimaterie, jongens, waar hebben we het over? Nou, dat is heel eenvoudig. Dan gaan we naar Zwitserland, daar mag je nu weer naartoe. Mm-hmm. Dan ga je naar CERN en dan heb je de Large Hadron Collider in CERN. En daar gaan ze olkebolken rubiesolken met heel veel kracht twee deeltjes op elkaar klappen. Die verliezen hun structuur, wordt puur energie en dan wordt weer van alles uitgemaakt. Dat is eigenlijk een soort scheppingsmoment die je dan creëert. Maar op die manier kan je ook dus het volgende doen, dat op het moment dat dus die deeltjes in die enorme buis in Zwitserland en Frankrijk heel hard rots, op elkaar klappen, ja, en tegen elkaar worden ze even helemaal niks. Maar wel heel veel, dus de energie van die twee deeltjes verliest zijn vorm, maar is wel als energie aanwezig. Mm-hmm. Maar dan kan hij weer iets vormen, dan kan hij. En dan, wat er dan gebeuren kan, is dat er materie en antimaterie ontstaat. Zeg je nou, ja, dat klinkt wel heel erg. Nee, helemaal niet. Dat klinkt helemaal niet zo dramatisch, van de antimaterie, hoe kan dat nou? Als dus antimaterie materie tegenkomt, is het weer niks, mm-hmm. maar wel een hoop energie. Ja. Maar dus je kan die antimaterie niet opslaan in materie, want dan is het meteen weer niks. Maar dan hebben ze in een heel hoog vacuüm, echt idioot hoog vacuüm, in een heel sterk magneetveld, hebben ze anti-waterstof gemaakt. Uh-huh. En de chemie ervan bepaalt, et cetera. Het klopt als een bus. Je kan antimaterie maken. Yeah. Nou zegt iedereen nog van, nou ja, dat is dan in CERN of wat dan ook. Maar als iemand bijvoorbeeld een medisch probleem heeft en naar het ziekenhuis gaat, dan heb je allerlei soorten scans. Hè? Dus je hebt de MRI, maar je hebt ook de PET-scan. Nou, maar PET is niet dat het PET is, maar PET is P is van positron. Ja. Positron is de antimaterie van het elektron. Dus wat ze doen via een hele leuke truc, is dat vooral in de hersenen genereren ze een klein beetje antimaterie, het positron. Dat botst op een elektron. Wordt dus niets, maar die energie van dat positron, die gaat niet verloren. En die geeft dus een signaal. Dus je kan met werkelijk een minuscule grap
kan je prachtige fotootjes in de hersenen maken. Maar jij zegt dus dat mensen, als ik een PET-scan krijg, dat zij in mijn hersenen antimaterie genereren? Ja. Er komt er toch wel dichterbij. Ik heb nog nooit een PET-scan gehad, maar ik denk dat ik morgen afspraak wil maken. Ik zou het maar niet doen, maar goed. Oh. Nou, hoe moet je dat dus voorstellen? Als je nu ziet dat materie heeft een aantal componenten, namelijk het kan een lading hebben, dat is dan het elektron is negatief geladen, het proton is positief. Het kan een massa hebben, het kan veel gewicht of weinig gewicht. Maar hij heeft ook een spin, dat is een draaiing. Uh-huh. Dus een massadeeltje, de kern van een atoom, daar zit bijvoorbeeld een proton in en het proton is positief geladen. Hij draait om zijn as en weegt zoveel. Nou, maar het is allemaal uit het niets ontstaan. Dus wat is het? In het niets kan wel vreselijk veel lading positief, maar als er evenveel lading negatief, dan noemen we dat niets. Mm-hmm. Hij kan links omdraaien, maar hier rechts omdraaien, dan draait hij dus niet. Mm-hmm. Hij kan hier positieve massa en hier negatieve massa, en dan hebben we dus het punt dat het niks is. Maar vanuit het niets kan je dus naar materie-antimaterie, en uit het niets is het heel makkelijk om een elektron en een positron te maken. En als die weer bij elkaar komen, is dat weer niets. En dat doe je dan in de PET-scan. En zo heb je bijvoorbeeld dat hier heb je een elektron dat draait om een as. Dat heeft een bepaalde lading en het weegt een heel klein beetje. Dan is dus de anti-elektron, ofwel het positron, heeft dus exact hetzelfde, maar dan aan deze kant van het... Ja, die is positief geladen. Dus die is positief geladen. Die draait niet linksom, maar rechtsom. En die heeft een antimassa vergeleken. En samen zijn ze dus weer niks. Nou, en nu komen we tot een hele essentiële stap. Namelijk dat tijd en ruimte, die bestaan niet. Maar ontstaat als er een asymmetrie is. Dan heb je een links en een rechts. En net zoiets dat de wind bestaat niet. Maar weergebeente als hij gaat waaien. Dan is hij heel erg reëel. En zo ook, de tijd bestaat niet, maar ontstaat. Nu is alle energie in onze materiële wereld is gekwantiteerd, bestaat uit kleine blokjes, Lego-blokjes. Wat is nu de grap? Dat, stel nou dat je op Centraal Station naar zo'n hele grote klok zit te kijken en naar de seconde wijst, en dan zie je tik, tik. Maar hij zit er eigenlijk niet tussen, het zijn eigenlijk kleine stapjes. Mm-hmm. Nou, in de werkelijkheid is het kleinste stapje van de tijd is heel erg klein. Dat is 10 tot de min 35ste, min 44ste seconde. En dat wil dus zeggen dat er is een kleinste hoeveelheid aan tijd. Ja, net zoals dat je zei, Lego-blokjes, want ik denk dat we dat iets beter moeten uitleggen. Wat je zegt is, je kan dat de energie in het universum bestaat uit non-variabele eenheden. Ja. Je kan dat niet een beetje meer, een beetje minder, dat is niet analoog, dat is heel digitaal, om het zo maar te zeggen. Dat is of 0 of 1. En er is een allerkleinste blokje, het allerkleinste blokje van tijd is 5,4 keer 10 tot de min 44ste. Dat is vrij kort. Heel weinig, ja. Maar dat is ook het allerkleinste. Ja, en dus 1 seconde, dan heb je dus 5 maal 44 blokje, nullen aan blokjes. En dat is nogal een beetje veel. En wij leven in een tijd van seconden en minuten. En wij kunnen dit niet ervaren. Maar moeder natuur wel. Wij zijn heel langzaam. Ja, wij zijn vreselijk traag. Maar wat is de consequentie? Nou gaan we echt even lachen. Okay. Alles is energie en energie is een golf. Mm-hmm. Is een vibratie, is een trilling. En een golf die kan dus heel sterk zijn en die kan heel rustig uitdoven. Of niet uitdoven, heel kleiner worden. Dan gaan we hier naar dit plaatje kijken. Dan zie je hier links een kleine vibratie, die wordt hier groter en hier wordt die heel groot en gaat die weer en dat, et cetera. Nu, als dit golfje komt en gaat,
voordat hij het eerste Lego-blokje heeft kunnen maken... Van tijd? Dan heeft hij geen tijd. Ja. Dus in dit gebied hier, onder deze lijn, is wel degelijk de golf aanwezig. Alle informatie zit hier, alleen buiten ruimte-tijd. Maar hier is een wiebel die langer bestaat dus dan dat eerste Lego-blokje, een paar. En dan krijg je dat we dit noemen we materie. Dit is wat wij atomen noemen. Dit is waar ik uit ben opgebouwd. Ja, neem me hoela, hier ben ik wel uit opgebouwd, maar ik heb dit ook. Maar dit is buiten ruimte-tijd. Ieder materieel deeltje is een energetisch golfveld, wat zich manifesteert in ruimte-tijd als het maar lang genoeg en sterk genoeg is, maar heeft ook een component die onder die drempel. En daar gaan we dan naar kijken in de kwantummechanica, want wij denken dat je alleen maar kan communiceren met atomen, maar als een atoom ook een niet-materiële component heeft, en dat is wat in dat artikeltje gebruikt wordt, die twee lichtstraaltjes, die praten in dit gebied, terwijl wij denken dat alleen maar dat is. Nou. Ja, maar ze hebben dus ook een interactie hier. Ja, en dat gaan we dan nu kijken. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat het vacuüm, het niets, is een hele kleine trilling, maar die nog geen ruimte-tijd genereert. Dus dat noemen we niks, maar de energie is waanzinnig. Hier kan je universa uitmaken, zoveel als je wil. Het is ongelooflijk. In die kleine trillingen zit heel veel energie, maar nog geen tijd en ruimte. Maar goed. Nou gaan we dat als volgt voorstellen. Dus dat eigenlijk in het vacuüm heb je een kwantumsoep. Heb je een vibratiesoep, het is als wat. En hier wil iets loskomen, het krijgt een beetje een vorm, maar komt niet boven de lijn, laat niet los. En dat heet dan een virtueel deeltje. Maar komt hij wel los uit die kwantumsoep en blijft hij langer bestaan, dan noemen we dat materie. Maar de overgang van niets naar materie is splinterdun. Sterker nog. Dat kan ook niet. Nou, en dan krijg je dus dat het niets bestaat uit kleine kwantumfluctuaties met heel veel energie. En de materie is uit grote fluctuaties. Je ziet eigenlijk alleen maar de pieken. Ja. De golven die breken. Als ik een zee voor me zie, zijn er heel veel golfjes op die zee. En er is één golf die groot genoeg wordt om even midden op die zee te breken. En als die breekt, dat is het moment dat je... En daar kan je op surfen. Daar kan je op surfen. En dan kan je zeggen, jongens, ik heb lekker gesurfd. Maar dat is... Maar die golf gaat, als jij in Scheveningen gaat surfen, die golf is er ook nog in New York. Alleen, ja, wel heel erg klein. Maar is er wel. En dan krijg je het volgende, dat... Als er twee deeltjes zijn die met die golfjes uitgestrekt zijn, ook buiten ruimte-tijd, en dat ze buiten ruimte-tijd contact met elkaar maken, ja, ik zie dit. Heet dat entanglement. Nou, dat wil dus zeggen dat als twee deeltjes, zeg maar de ene draait clockwise en de andere counterclockwise, dus links of rechts, tegen de klok in of met en mee. Die zijn verbonden. Dan, omwille van die symmetrie waar ze uit ontstaan zijn, als deze rechts, moet die links. Jezus, wat mooi. Ja. Maar, ja, en toen kwam Einstein, die zei, jongens, dit is zo flauwekul, dit is zo belachelijk, dat er buiten ruimte-tijd een verbinding bestaat. Nou, hij vond het een ramp. Nou, wat krijgen we dan? Wat was zijn argument? Die zei van, hier in het midden maak ik twee deeltjes, bijvoorbeeld lichtdeeltjes. De ene gaat zus en de andere zo. En die gaat met lichtsnelheid deze kant op. Die gaat met lichtsnelheid die kant op. Dus als ik hier iets ga veranderen, moet die ook veranderen, volgens de kwantummechanica. Maar dan moet die meer dan twee keer de lichtsnelheid, en dat kan niet. Ja. Nou, daar had hij helemaal gelijk in. Alleen binnen ruimte-tijd. Binnen ruimte-tijd. Ja. In onze materiële wereld, dat kleine doosje van meters en seconden, die al relatief zijn, is de lichtsnelheid de hoogste, dat is waar. Maar er is meer. Nou,
En toen kreeg je dus het volgende. Dat Einstein zei van, you cannot seriously believe in quantum theory because the theory cannot be reconciled with the idea that physics should represent a reality in time and space and free from spooky actions. Hij vond het maar echt vreselijk. Spookhafte fernwirkungen. Ja, spookhafte fernwirkungen. Dus dat zijn dus spookachtige interacties. Nou, dan gaan we eens even kijken wat zijn de consequenties. En dan ga je dus hele rare dingen zien, maar die wel waar zijn. Sterker nog, daar berust onze telecommunicatie van de toekomst op, dat we buiten ruimtetijd onze boodschappen versleutelen, dat geen enkele Big Brother er meer bij kan. Joppie! Nou, dan gaan, gaan we even kijken. Quantum entanglement, a phenomenon Einstein once called spooky action at a distance. When two particles are entangled, what happens to one affects the other, no matter the distance between them. Most absurd, the most crazy, the most ridiculous prediction that quantum mechanics makes is entanglement. Entanglement, oftewel verbonden zijn. Twee deeltjes kunnen met elkaar verbonden zijn volgens de wetten en de berekeningen van de kwantummechanica. Ze hebben een interactie met elkaar, maar die interactie is niet fysiek en is niet reëel in de zin van uitwisselen van informatie. Maar ze zijn verbonden. En hoe ver ze ook van elkaar af zijn, of dat nou dicht of ver is, dat maakt niet uit. Wat het ene deeltje doet, beïnvloedt de andere. Deze heeft een draaiing met een spin naar beneden. Dan wil dat zeggen dat die andere een draaiing met de spin naar boven heeft. Dat kan je vergelijken met twee wielen, een soort rad van fortuin, met rode en blauwe vlakjes. Als het ene wiel op het blauwe vlakje eindigt, zal het andere daarom verplicht op het rode vakje moeten eindigen. En blauw en rood zijn samen verbonden via entanglement. Hoe dit kan, weet niemand. Want deze twee wielen hebben geen enkele relatie met elkaar. Maar als zij entangled zijn, zullen ze elkaar blijven beïnvloeden waar ze ook zijn. Zet je het ene wiel op de maan en het andere op aarde, dan zal de uitslag van het wiel op aarde, wat blauw is, zorgen dat op de maan het deeltje rood is. En hoe dat ook allemaal gaat, dit is en blijft een onbegrepen, maar heel duidelijk bewezen feit. Entanglement is dus een niet fysieke, maar wel reële verbinding waarbij informatie wordt uitgezonden tussen twee delen. Einstein zei, dit is een spooky action at distance. Een spooky action at distance wil dus zeggen een spookachtig geheel over een afstand heen. En hij geloofde er niets van. Een experiment kan je bijvoorbeeld doen door twee handschoenen in een koffertje te leggen met de duim naar links en de andere duim naar rechts. Dan sluit je beide af en breng ze naar twee plekken op de aarde. Op de ene kant zet je hem neer en de andere zit op Antarctica. Nu doe je in de ene plaats hem open en wijst de duim deze kant op. Dan weet je zeker dat de duim de andere kant op wijst op Antarctica. Maar draai ik deze handschoen nu om en je opent hem op Antarctica, dan is hij de andere kant opgedraaid. Ze zijn dus verbonden. Niels Bohr had heel veel interesse in dit veld en begreep ongeveer hoe dat moest lopen. En Einstein vond het maar verschrikkelijk. Het klopte absoluut niet met zijn ideeën over God en de schepping. Want dit was zo mystiek. Maar in 1957 op Columbia University werd er een studie gedaan door een jonge PhD-student die aan zijn doctoraal scriptie werkte. En in de bibliotheek, al snuffelend, kwam hij daar een artikel tegen wat baanbrekend de wereld zal veranderen. Het was een onbekende Schotse wetenschapper, John Bell, die had beschreven in dat artikel
dat het postulaat van Einstein niet correct was en dat entanglement zou kunnen bestaan. Maar dat is nog altijd op papier en dat is altijd theorie. En hoe dingen met elkaar verbonden zijn, toon dat maar eens aan. En uit de gegevens van John Bell is een proefopstelling geformuleerd en geconstrueerd waarbij men entanglement zou moeten kunnen meten. In die tijd is toen een machine gebouwd, in elkaar gezet en zijn de proeven gestart. Deze jonge onderzoekers waren de allereerste op aarde die aantoonden dat entanglement wel degelijk bestond. Als de ene rood was, was de andere blauw en als de andere blauw, was de andere rood. En hoe het ook was, het bleef aantoonbaar. En sindsdien zijn er duizenden keren deze proeven herhaald op alle manieren. En of het nou op de maan staat of op aarde, dat maakt niet uit. That is the most bizarre thing of quantum mechanics. It is impossible to even comprehend. Don't even ask me why. Don't ask me what you're going to, how it works, because it's an illegal question. All we can say is that is apparently the way the world ticks. Een van die proeven, die ga ik nu niet uitleggen, is dat als je hier een draaiend polarisatiefiltertje en daar een stilstaand en deze zit in Frankrijk en die in Zwitserland en je gaat dan licht entangelen en er doorheen leiden, dan is zodra dus dat polarisatiefilter hier draait, moet de polarisatierichting hier meedraaien. Maar deze staat stil, dus dan wordt die, dus de ene keer is het licht, donker, en dat zie je ook. En als je hier harder gaat draaien, dan gaat die harder trillen in Zwitserland. En er zijn op verschrikkelijk veel manieren is dit aangetoond. En het is nu zover dat het gewoon in praktijk hangt daar een satellietje die met twee entangelde dingen. Nou, maar nu gaan we dat nog even nog heftiger maken. Dat is namelijk, we moeten uit de box van ruimte-tijd, daar moeten we echt uit. Nou, is er een technische truc met een laserstraal en een bepaald soort kristal dat je licht kan opsplitsen in twee golflengten? Nou, dat gaan we dan doen. Dit is even het ingewikkelde plaatje. Dat je hebt de rode lichtstraal en de gele, en die kan je uit elkaar halen en die zijn entangled. En hier zet je een metalen plaatje waar de silhouet van de kat van Schrödinger is uitgezonden. Nou, dan gaan we dit even vereenvoudigen. Wat gebeurt er dus? Deze twee lichtstralen zijn entangled. In de rode lichtstraal zet je een beeltenis. In de gele lichtstraal, die ziet niks. Dus maar ze zijn entangled. Dan maak je hier een foto. Dan is de informatie van die rode straal buiten ruimtetijd is overgebracht, omdat ze entangled zijn. Heb je dus ook de afbeelding van het katje in deze straal als informatie. Ja, dat is natuurlijk bizar dit, hè, wat je nu uitlegt. Nee, maar dat is niet bizar, dat is maar hier... Maar echt, ja. Ja, dit is goed, we kunnen er in detail... Nature, 28 augustus 2014... Nee, tuurlijk, tuurlijk. Quantum imaging with undetected photons, et cetera. Dit is... Ik bedoel, voor het menselijk gevoel is dit bizar. Voor de natuur is dit de werkelijkheid. Sterker nog, het feit dat wij voelen dat het bizar is, betekent dat wij het niet begrijpen. Ja. Ja, maar daar komen we zo op terug, dat je dus beter de natuur moet aanvoelen dan dat je met logica het wil omschrijven. En ook in het menselijk handelen zitten we in een tijd waarbij zogenaamde logica en metingen heel erg belangrijk zijn, terwijl de gevoelens, waar het echt om gaat, niet helemaal aan hun trekken komen. Maar wat we dus zien, is dat er dus vormkrachten, informatie, wordt overgedragen aan andere lichtstralen. En dat is waar ik mee begon, dat die satelliet heeft twee lichtstraaltjes. Hier zit de code in, die pikt hem op. Maar zodra je hier aankomt en je verbreekt een entanglement, is de informatie weg. Ja. Dus jij kan nooit van zijn leven kan je inbreken in die entangelde zaak. En dat is dus het begin van dit verhaal. En nu gaan we eindigen. Dat namelijk de materie
daar zijn de bewegingen groter dan die kleinste tijd, dus de kleinste Lego-stukjes. Mm-hmm. Daardoor ontstaat ruimtetijd, maar is wel relatief. En daar is, omdat er dus meters en seconden zijn, omdat er ruimte en tijd is, heb je daar een maximum aan, dat is de lichtsnelheid. Maar je hebt ook ruimte en tijd die niet lang genoeg duurt, dan wordt het ook geen ruimte-tijd en die bestaat dan niet. Dan krijg je een soort kwantumfluctuatie. En er zijn allerlei dingen waarin je dit helemaal kan meten, aantonen en doen. Dat de virtuele deeltjes. En dan is dus de vraag, is onze wereld, die wij hier links zo goed kennen, maar heel vreemd vinden omdat die relativiteitstheorie is al zo moeilijk. Ja. Maar als die nou ook nog verbonden is met het buitenruimtetijd, het oer... Maar er is iets... Nee, ik zou zeggen, misschien zeg ik dat helemaal fout, Pierre, dan moet je me dat vertellen. Maar is het niet zo dat de wereld die wij zien enkel een deeltje is van een veel groter veld dat fluctueert? Ja. En je ziet alleen maar de allerheftigste fluctuaties. Ja, en wat het is dus, dat die zaak is dus verbonden. En dus entanglement, om dat te begrijpen, dat is namelijk logica, is namelijk meten is weten. Dat zit in, hier kan je logisch, en dan vinden ze het toch al moeilijk. Maar hier zijn geen meters en seconden, hier zit geen logica, hier zit iets anders in. Yeah, yeah. En daarom wil ik eindigen met een soort impressie van wat kunnen we in onze fantasie begrijpen of voorstellen, mm-hmm. wat er in werkelijkheid eigenlijk wel of niet is. En dan wou ik dus naar het volgende toe als eind. De werkelijke materie kan het best beschreven worden met kwantummechanica. En dat komt erop neer dat alles eigenlijk een golvend energieveld is, wat oneindig uitgestrekt is, maar op één specifieke plaats de meeste energie heeft. Deze energiegolven zijn overal aanwezig, maar op één punt heel erg geconcentreerd. We zien hier die rode golf, en dat zijn bewegende energievelden. Het groene is de meest waarschijnlijke plaats waar die energie voornamelijk aanwezig is. Dit groene gebied noemen wij materie. Het is dus eigenlijk de plaats waar de grootste hoeveelheid energie wordt aangetroffen, maar dat is niet alle energie. Materie heeft dus een uitgestrektheid in de virtuele wereld die we heel moeilijk kunnen bevatten, maar dit kunnen we wel vatten in een wiskundige formule. Hier zie je zo'n formule. Als we dus dat oneindig uitgestrekte golvende energieveld bekijken en berekenen, zijn er plekken waar de energie heel sterk aanwezig is. En dat noemen wij materie. Materie is eigenlijk oneindig uitgestrekt, maar dat vinden we heel moeilijk te begrijpen. Dus zodra zo'n formule verschijnt, krijgt iedereen een beetje de kriebels en begrijpt er meestal niets meer van. In de sprookjeswereld worden in plaats van wiskundige formules toverspreuken gebruikt. The doors of Durin, Lord of Moria. Speak, friend, and enter. Deze spreuken hebben kracht en dat vinden we in deze context heel acceptabel. De kracht van de toverspreuk is eigenlijk hetzelfde als de kracht van een wiskundige formule. Maar de sprookjeswereld is aantrekkelijker dan de reële wereld. In onze wereld ontstaan alle krachten door het breken van een symmetrie van een energieveld. Het wateroppervlak is symmetrisch. Maar verbreek je deze symmetrie door een steen in te gooien, dan komen er krachten vrij. In de kwantummechanica kennen we de formule E is mc kwadraat. Dat wil zeggen dat energie en massa in elkaar kunnen worden omgezet. In het verhaal van In de band van de ring heeft de ring een enorme energie. Omdat massa omgezet kan worden in energie, zien we als die ring in het vuur van de Doemberg wordt gegooid, dat de massa zijn vorm verliest en dat genereert een ongelooflijke hoeveelheid energie. E is mc kwadraat is in dit verhaal volkomen begrijpelijk. Hier zie je de enorme effecten van het omzetten van massa in energie. Een
ander vreemd aspect. In de echte wereld heb je virtuele deeltjes die komen en gaan buiten ruimte-tijd. Een soort spookachtige structuren. Deze virtuele deeltjes bestaan binnen de Plancktijd, wat de kleinste tijdseenheid is. Wij vinden die virtuele wereld heel onbegrijpelijk. Maar in The Lord of the Rings is dat volkomen geaccepteerd. De geesten uit de virtuele wereld komen de materiële strijders te hulp. In dit verhaal hebben deze virtuele krachten een reëel effect op de materiële wereld. In onze materiële wereld is dat ook zo. Dus kwantummechanica beschrijft eigenlijk de werkelijkheid die wij in onze fantasie wel kunnen accepteren, maar moeilijk begrijpen met onze logica. Daarom moeten we een beetje anders leren denken en ons realiseren dat de kwantumwereld met zijn virtuele processen buiten ruimte-tijd en onze zichtbare materiële wereld eigenlijk één geheel zijn. Wauw, Pierre. Mooi gemaakt. En overigens, wat mij erg raakt is dat je aangeeft dat voor dit soort moeilijke begrippen het heel belangrijk is om eerst via het gevoel te gaan, eerst via de kunst, eerst via het accepteren en later via het omzetten naar logica. Dat is in de hele wereld eigenlijk noodzakelijk. Iedereen doet dat, dus zodra twee mensen elkaar tegenkomen, krijg je onmiddellijk het genereren van een gevoel van vind ik hem aardig, mooi, prettig, aantrekkelijk, afstotend. En pas later kan je gaan zitten beredeneren. Ja. Maar ook met werkelijkheden waarin wij in deze tijd zitten, waar ik liever niet nu over wil hebben, is dat als je probeert met logica en dan uitkomt op een getal, en dat heel toevallig is dat anderhalf, en daar klopt dus helemaal niks van. Maar die starheid van we hebben één keer dit in maat en getal, terwijl wat de gevoelens daarachter zijn, de buitenruimte-tijdeffecten, de echo die dit naar onze kinderen zal hebben, de enorme implementatie op ons hele leven, wordt door die beperkte, beschränkte, benauwde logica van kortzichtig. Extreem, omdat men denkt dat men daarmee het begrip angst heeft gevangen. Maar angst gaat buiten ruimte-tijd. Angst is breed. Angst veroorzaakt van alles en nog wat. Maar heeft ook een lichamelijke werking. Maar dus de angstpandemie is niet in meters en doekjes voor de mond. Maar hij is wel reëel. Maar hij is zeer reëel. En wij moeten daar ruimte geven aan onze gevoelsmatige. En zodra we dus vluchten in de logica, beperken we de echte werkelijkheid en gaan dingen kapot. En dat is wat wij op dit moment zien. Halleluja. Maar goed, ik wou het eigenlijk daar niet zo direct over hebben, maar meer over de schoonheid van, goh jongens, de natuur is, er is meer tussen hemel en aarde. Sterker nog, daar kan je fotootjes van maken. Nou, dat vind ik zo leuk. Dat is wat mij heel erg blij blijft. En dat vind ik van elk onderdeel van de natuur waar je naar kijkt. Alles wat je bekijkt is bijzonder, bijzonder mooi als je het goed bestudeert. En angst maakt dat je je afsluit voor de schoonheid van de wereld. En het is liefde die je daarvoor opent. Op het moment dat jij je hart openzet en curiosity, als je ergens... wat is curiosity in het Nederlands? Ja. Nieuwsgierigheid hoor ik van de regie. Precies. Ja. Als je je nieuwsgierigheid aanzet en je dus je angst even laat varen, dan zie je hoe ontzettend mooi deze wereld is. Ik wou dat dit soort waanzinnige schoonheden die je ons vertelt veel vaker bij mensen thuis kwamen in plaats van die giftige, vieze drek die op de tv komt. Sorry dat ik het zo zeg, maar dit is waar het leven om gaat. Genieten van de werkelijkheid. Ja, maar zo ook is, dat is bijvoorbeeld heel jammer dat het begrip kunst gaat dus buiten die logica, maar is eigenlijk zo'n ongelooflijk sterke kracht. En als wij dus nu door onze angst de kunst, de musea, de theaters, maar ook alle vormen gaan beschränken, omdat we in die semi-logische,
en op totale foute gronden daar een 1,5 meter hebben uitgefrutst. Mislukte logica. Die ook niet klopt qua logica. En hoeveel artikelen je ook inbrengt, het is één grote starre ellende. Maar de intermenselijke, als je mensen op afstand laat zijn, niet met elkaar vasthouden, niet meer met elkaar feest kan vieren. Jongens, dat is, daar zit de essentiële kracht. Wij zijn als mens entangled en kunnen dus buiten ruimte-tijd elkaar ervaren. Ik kan iemand lief hebben zonder hem te zien of haar te zien. Maar ik kan daar enorme kracht uit hebben. Gaan we al dit soort dingen in hokjes zetten, dan wordt het een hele arme bedoeling. Maar ik wou dus even niet naar een soort predikende filosofie. Ik wou ook de andere kant op. Van jongens, het is zo verschrikkelijk leuk om het even verder te kijken dan de neus lang is. En dan zie je zoveel schoonheid. En kinderen, als ik denk dat als je op de kleuterschool kwantummechanica gaat erin als koek, want ze snappen het exact. Want dan praat je over de krokodil onder het bed. En dan hoeft hij daar niet materieel te zitten, maar de krokodil geeft... Kinderen zijn veel plooibaarder. Ja, en dus de fantasiewereld, en daarom wilde ik ook eindigen met de sprookjeswereld. Daarin vinden wij krachten. De elfen zijn onsterfelijk. Nou, niemand heeft er problemen mee. Als Bilbo de ring heeft, wordt hij niet ouder. Niemand vindt dat moeilijk. De hele relativiteitstheorie zit in de band van de ring. Ja. ESMC-kwadraat, dat de ring, als je die de vorm vernietigt, dan komt die kracht en heel Mordor knalt uit elkaar. Er is geen hond die zegt, nou, zegt, hoe kan dat nou? Nee, dat is, ja, zo is dat. Ja, de verbeelding, onze creatieve verbeelding, is veel meer de werkelijkheid. Is groter. En gaat veel dichter, omdat onze werkelijkheid op dit moment, zoals mensen tegenaan komt, gebouwd wordt door foutieve logica. Zoals Einstein was ook, wat mij betreft, dan koppig. Hij was briljant, maar, nee, echt, maar ook in zijn fouten die hij maakte, was hij briljant. Hij is echt een ongelooflijke fan. Maar hij had een kader waarin de natuur moest passen. Hij had een dogma. Kader. Ja. Zo zit het in elkaar en als het niet past, dan klopt het niet. Maar er was niet de ruimte van, goh, laat eens kijken hoe het is. Oké, maar dus wat ik eigenlijk zeggen wil, is dat ik het heel leuk vind om met jou en ook met de mensen die hiernaar kijken, gewoon het plezier van, jongens, gooi de ramen van je gedachten open. Ja. Geef ruimte aan schoonheid, geef ruimte aan fantasie. Maar daarvoor moeten mensen hun eigen angst meesteren. Ja. Daarvoor moeten mensen durven op te staan tegen hun angst, zeggen, dit is genoeg paranoia, dit is genoeg angst, ik wil verder, ik wil kijken naar wat moois. Ja. Ja. Pierre, dankjewel. Dit was waanzinnig, dit was weer iets heel anders dan we bij Café Weltschmerz gewend zijn. Nee, maar anders op een heel positieve manier. Ik heb er heel veel van genoten. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt heel veel nieuwe beelden gekregen. Van wat jij mij verteld hebt, ik word er heel blij van. Ik heb meer begrepen dan ooit. Dankjewel, Pierre. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie dit interessant vonden. Dit was weer eens wat anders. En ik hoop ook van jullie te horen in de comment section wat jullie hiervan vonden. Dankjewel, Pierre. Graag gedaan.